Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Yuri Abbas. Hij is van het bedrijf Dua Concepts en ze vervaardigen denimkleding. Daar gaan we vandaag over praten met hem. Natuurlijk als u hoort de naam Abbas, dan moet u direct terugdenken aan de bekende familie die ook uit de confectie komt. Daar is hij dus ook een van de familieleden van. Waarschijnlijk komt daar de inspiratie vandaan om zich toch ook wel met kleding en het ontwerpen daarvan bezig te houden. Maar we gaan het van hem zelf horen. Dus we gaan een beetje babbelen met Yuri. Yuri, welkom in Q-Time. Ja, dankjewel Odette. Dankjewel. Dus jij hoort ook bij de bekende familie Abbas. Waarschijnlijk is het dan toch wel het ontwerpen van kleding of om met kleding bezig te zijn. Is een beetje met een paplepel ingegoten bij jou, meegegeven. Ja. Klopt dat? Klopt helemaal, ja. Oké. En met Dua Concepts wil je gaan specialiseren in denimkleding, toch? Ja. Oké, hoe is dat gekomen? Hoe ben je daarop gekomen en waar staat Dua Concepts voor? Oké, zoals je eerder hebt aangehaald, dat ik ben kleding maken of ontwerpen ben ik ermee opgegroeid. Ik ben opgegroeid zelf daar eigenlijk, dus in de fabriek. Echt letterlijk en figuurlijk, omdat in de fabriek net 3-4 meter, dan daar ben ik geboren bij Lane College. Dus je zag me al mijn hele jeugd daar doorbrengen en ik ben zo ermee opgegroeid. En de interesse is dan gaan groeien. Op een gegeven moment dacht ik van nee, ik wil toch wat eigen verantwoordelijkheid hebben, wat mijn eigen weg inslaan, mijn eigen ideeën direct en gelijk kunnen implementeren in zaken en vooral in de kleding. En dacht van nee, het is even een stap voor me om mijn eigen onderneming te beginnen. Oké. Dus zo is het begonnen, ja. Hoe lang geleden is dit gebeurd? Het idee dat ik al zelf een onderneming wilde beginnen, is al bijna 15 jaar. Oké. Maar het kriebelde steeds, maar ik moest het steeds onderdrukken. Maar op een gegeven moment, in 2018, heb ik dan de knoop doorgehakt. En gezegd van nee, dit is nu even de tijd. Dit is nu even de tijd om het te doen. Ik heb even niet gekeken als het de perfecte tijd is, maar het voelde heel goed aan. Dus vandaar dat ik zo de stap heb genomen. Ik ben begonnen, als ik het even mag vertellen. Ik ben begonnen in de kamer van mijn zoon. Met een kleine borduurmachine. En daar heb ik ook mijn eerste jeansbroek gemaakt. Maar het ging heel snel mond-op-mond reclame. En dan ben ik dan verhuisd naar de garage. Mijn autogarage. En dat heb ik dan dichtgemaakt. En nog 1 of 2 industriemachines gekocht. En zo is het dan aan het rollen gekomen. De bekendheid heb ik mogen vergaren door meer mond-op-mond reclame, hoe het vaker hier in Suriname gaat. En aanstaande 4 mei bestaat Dua 3 jaar. Oké. Heel erg mooi. Maar waarom moest je beginnen in de kamer van je zoon? Of is daar juist de inspiratie vandaan gekomen? Ja, ik had even geen andere plek. Oké. En weet je wat het is, Odette? Ik heb het altijd zo groot gezien. Ja. Ik heb het altijd zo groot meegemaakt. Ik heb het nooit vanaf het begin meegemaakt. Dat er een gebouw is opgezet, dat er een hele fabriek is opgezet. Maar ik ben zo erin gegroeid dat alles er al was. En in het begin van bij het starten van de onderneming van Dua Concepts, ik kende het niet klein, waardoor ik altijd ook ermee vocht of tegen mezelf vocht van nee, ik wilde gelijk een groot pand hebben om zoveel machines erin te zetten en zo. Maar ik zag dat het niet ging, heb ik dat maar gelaten en zeg van hey, ik begin even hier waar ik kan. En zo ben ik daar begonnen, ja. Heel mooi verhaal. Waarom de voorliefde voor denim?
ik ben altijd, ik heb ook nog foto's, ik ben altijd gekleed geworden in denim, in jeansbroeken. En ik heb het ook op alle foto's van me gezien, heb ik heel vaak jeansbroeken aan. En waar ik ben opgegroeid is, men maakt ook veel denim kleding. Dus natuurlijk, ze konden me met niets anders kleden dan jeans, dan denim. En de passie is gebleven, de passie is gebleven. En ik probeerde het, met Tua concept, dan de passie van me daarmee uit te spreken, uit te leven, ja. Dat ik dat nu produceer, ja. Oké. Maak je eigen ontwerpen? Ja, ik maak mijn eigen ontwerpen, maar ik mag u ook wel erbij vertellen, ik heb het wiel niet opnieuw uitgevonden. Waarin wij verschillen is onze broeken is het soort materiaal. Dus een jeansbroek is een jeansbroek blijft een jeansbroek. Maar ik moet proberen me te onderscheiden in het soort materiaal en waarvoor het gebruikt wordt. Dus dat het functioneel gebruikt kan worden. Kan je ons wat voorbeelden geven? Casual wear. Je hebt jeansbroeken, heel nette jeansbroeken, die je als casual en 's avonds als je uitgaat, kan je aandoen. Maar wat ik zeg van, ik probeer jeansbroeken ook functioneel te maken door ze te introduceren in werkkleding. Toch? Dat het duurzamer is. Het is een betere investering voor je werknemers als bedrijven die willen bestellen of kopen. Dus dat probeer ik nu te doen. Ik ga eigenlijk tegen de stroom in, omdat werkkleding hier in Suriname bekend staat om die felle kleuren, oranje en groen en navy blue. Maar ik ga eigenlijk tegen de stroom in om jeanskleding dan zo functioneel te maken om ze als werkkleding aan te bieden. Wat ook in de geschiedenis zo is begonnen met jeans. Men heeft jeans geïntroduceerd als werkkleding. Ja, voor de goudzoekers. Vandaar. Klopt. Klopt, inderdaad. Klopt, ja. Ja. Dus jouw eigen ontwerpen die je maakt, die zijn voornamelijk gericht op het functioneel zijn voor bedrijven. Maar je hebt ook echt een hele brand, hè? Ja. Die brand heet, als ik het goed uitspreek, Housiki. Dus wat houdt Housiki ja. in? Je vertelde me daarnet dat het eigenlijk gewoon een naam is die je dochter heeft verzonnen. En je vond hem op de een of andere manier toch wel spannend genoeg om hem aan te houden. Maar behalve dus bedrijfskleding, waar zal Housiki zich in specialiseren als het gaat om eigen ontwerpen? Dus behalve bedrijfskleding heb ik voorgenomen. Kijk, we bestaan, ik heb het eerder aangegeven, we bestaan 4 mei 3 jaar. En door broeken, onze jeansbroeken aan één kant functioneel te maken door ze te introduceren in de werkkleding, wat al is gebeurd, heb ik dan mijn garage nu weer anders ingericht, want het was de eerste productieruimte, weer anders ingericht in een jeans shop. En zo'n jeans shop is dan echt van, men komt hier, het was hem, is dat ik ga de persoon, de klanten dan persoonlijk helpen en een soort experience willen laten beleven van, je komt niet alleen hier om een jeansbroek te kopen, je kan je jeansbroek hier laten herstellen als het gescheurd is, onder genot van een kopje koffie bijvoorbeeld. En dat we dan zo socializen. Dit had ik eigenlijk al in gedachten, maar toen kwam de COVID-situatie waar we een beetje beperkt om klanten te ontvangen. Dus misschien is dit de juiste tijd, omdat we straks 3 jaar zijn, dat ik dat kan introduceren, een jeanshop, ja. Goed, dus wanneer ga je verhuizen zodat jouw oud huis een jeanshop kan worden? Nee, mijn jeanshop is nog steeds in mijn garage. Ja, dat bedoel ik. Maar straks gaat het zo groot worden dat je niet meer daar kan wonen. Nee, ik hou er rekening mee dat het nog huiselijk moet blijven. Want soms komen mijn kinderen nog gewoon in de shop rennen als er klanten zijn. Maar misschien in de toekomst, wie weet dat we een eigen gebouw of ergens
is hier jouw natuur om onze producten dan beter te, aan te bieden aan de klant, wie weet. Oké. Behalve werkkleding en gewone jeans ontwerpen, mogen mensen ook naar je toe komen en zeggen, hey, ik heb bijvoorbeeld een idee voor een ontwerp en ik wil het een jeans laten maken, wat kan je me adviseren? Mag dat ook, dus individueel? Dat is een van mijn toekomstplannen. Ja, oké. Ja, toekomstplannen. Omdat ik dan ook, ik weet als je heel veel dingen op maat en custom made gaat maken, dat neemt heel veel tijd. Ja, klopt. En ik heb ook nog de fabriek, dat is aan de highway, waar de productie echt werkelijk plaatsvindt, daaronder. Maar dus ik moet nog even dat kunnen, goed kunnen combineren, hoe en wat. Dus, maar in de toekomst wel zeker, omdat er heel veel ontwerpen of heel veel out-the-box denken met jeans bestaat. So, nou, genoeg te doen dus onder de merknaam Housiki. Ja, klopt. Okay. Jurie, hartelijk bedankt voor het gesprek. Heel erg veel succes toegewenst met Duet Concepts. Als mensen meer willen weten over jullie, weet ik zeker dat ze jullie op social media kunnen vinden. Zodat ze ook een beetje kunnen zien wat jullie allemaal kunnen maken of kunnen vervaardigen. En you never know. Mm-hmm. Misschien zien we je toch over 5 jaar in het ouderlijk pand van de familie. Want daar staat het pand er al, midden in de stad. Wat is mooier dan dat. Geloof. Maar succes ermee. En ik zou zeggen, ja, gefeliciteerd. Good job met Housiki. Ja, dankjewel Odette. We volgen de groei. Dit gesprek. Ja, dat zeker. Ja? Ja. Oké, okay. Is goed. Thank you. Oké. Okay. Ja hoor, alsjeblieft. Bye. Hoi. What means a little Q-time? Dat was het gesprek met Jurie Abbas. Hij is van het bedrijf Duet Concepts. Zij zijn bezig met het vervaardigen van denimkleding op de Surinaamse markt. Er is ook nog een denim shop, zoals Jurie het zelf heeft verteld. Dus check het uit onder de merknaam Housiki. Kunt u meer weten op de social media pagina's van dit bedrijf Duet Concepts. Om te weten wat ze allemaal maken. Heel erg veel succes dus aan Jurie en zijn bedrijf. En natuurlijk het nieuwe initiatief. En ik zou zeggen, voor u tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.